Er wordt degelijk winst gemaakt. Overigens iedereen in de testmarkt in het afgelopen jaar heeft stevig biefstuk kunnen eten. Maar PVD heeft echt een wettelijke taak in de publieke gezondheid. Het testen voor toegang is natuurlijk geen publieke gezondheid. Overigens is het neveneffect dat je een hele grote groep mensen door de testfuik heen trekt. Natuurlijk wel dat je positieve testuitslagen uitfiltert. En dat de GVD daarmee aan de slag kan in het kader van kritische, genuanceerde en inclusieve rechtse mensen die zeggen dan all lives matter. En dan zeggen de pro-BLM'ers dat je het moet vergelijken met een huis die in brand staat. Dan ga je niet alle huizen blussen. Maar in de werkelijkheid, alle huizen staan in brand. We zijn één pot nat. Het volk wordt gebruikt, de vijand is de kapot. Ik wil niet denken aan de oorlog. Het is net als corona, zo zinloos. En niemand grijpt in vanwege de propaganda. Gelukkig zijn er altijd een paar wappies die vechten. Die van toen noemen we vandaag de dag verzet zelden. Een homo uit de kast krijgt awards, want dat is zo dapper. Als je hetero bent, word je uitgemaakt voor viesbeuk en een stalker. In andere woorden, normale gezonde hetero, dank je. Dankjewel. Terwijl Gates het maar heeft over hoe die trickjes stopt in kleine kindjes. MeToo in een notendop, een wijf loopt in een legging terwijl ze niet traint. Roept MeToo als ze dan de aandacht krijgt waar ze om smeekt. Pedofilie is de echte pandemie, ik ben voor verbinding maar fuck de regering. Ik snap dat je wilt deugen, daarom zeg je dat je woke bent. Maar die LHBTI'ers zijn niet van plan de salaris van je vrouwelijke collega's te verhogen. Een minderheid is de meerderheid en van de meerderheid maken ze de minderheid. De wereld op z'n kop. Dat doen ze dus bij alles, hè? Wat ze niet uitkomt. De realiteit wordt constant omgedraaid. Eerst worden jij en je kids geofferd, maar op een gegeven moment worden deze onderdanige uitvoerders ook geofferd. Voor Europa, dus tegen de EU. Voor alle mensen, dus tegen Soros en zijn LGBTQ, voor Joden, dus tegen nazi's, tegen discriminatie en uitsluiting, dus voor FVD en PVV. Voor Black Panthers, dus tegen Black Lives Matter. Voor de Oekraïense burger, dus voor Rusland. Ze draaien alles om bij het NOS-journaal, dus als jij dat dan ook doet, dan heb je het echte verhaal. Geen maatregelen voor mij. Ook geen symbolische melkorf. Ik ga niet meedoen aan het creëren van een hongerpandemie. Ik steun geen pedocratie en de vernietiging van mensen en economie. Dat is allemaal het doordrammen van we gaan dit toch wel zo doen. En ja, weet je, ze noemen iedereen die een vraag heeft over stikstof, een kritische vraag, stikstofontkenner. Maar dit zijn gewoon samenlevingsontkenners. Ze weten gewoon totaal niet hoe dit allemaal in de samenleving is en land. Mensen hun energierekening inmiddels al niet meer kunnen betalen. Straks nog meer maatregelen voor klimaat. Wat gaat het allemaal betekenen voor de burger? Gaat het allemaal wel effect hebben zoals we denken dat het gaat hebben? Ja, ik weet het ook niet, Tom. Je weet wat ze bedoelen met de veestapel halveren. Ja, ik zeg het gewoon. Misschien moeten ze ook al dat linkse stemvee gelijk meesturen naar de slachthuis. Het scheelt wat CO2-uitstoot. Stuur die viezerikken maar mee. Put your money where your mouth is. Toch? Dan moet je het ook naleven als je daaraan gelooft. Het mag ook gewoon een keer gezegd worden, hè? Dat als jij links stemt, PvdA of GroenLinks, dat je gewoon een viezerik bent. Gewoon een vies stuk uitschot. Het moet ook gewoon een keer gezegd worden. Een ASO, een egoïst en een killer. Het is niet alleen een dictatuur, het zit al in een gevorderd stadion. Overal moeten die stoute en gevaarlijke burgers aangepakt kunnen worden. Zullen zelfs NS-medewerkers gaan uitrusten met wapenstokken. Straks gaan ze ook vakkenvullers wapens geven. De schaap is eigenlijk heel lief, volgzaam en braaf. We hebben gewoon een overheid die polariseert en tot geweld oproept en haat zaait. In plaats van wees behulpzaam en respecteer elkaar.